Gevaarlijk. Ja, eng. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus je kan zomaar op straat zijn en opeens wordt gepakt. Verschrikkelijk. Angstig. Ik ben zelfs bang voor de jeugd. Terwijl ik vroeger toch wel een flinke jongen was. Ja, een beetje absurd eigenlijk, toch? Maar ik snap het aan de ene kant ook wel. Aangezien steeds meer mensen ermee lopen, zou je zelf er natuurlijk ook één voor moeten hebben om jezelf weer veilig te voelen. Ja. Maar het is natuurlijk niet goed dat ze het allemaal bij zich hebben. Nee. Ik vind het eigenlijk best wel slecht. Het gebeurt alleen maar incidenten mee. Ze denken dat ze allemaal stoer zijn ermee. Terwijl je eigenlijk gewoon als een dwaas rondloopt met het keukenmesje van je moeder. Mannen, het is helemaal niet nodig. Ga gewoon lekker feesten en doe op een normale manier. Ja, gewoon ouder in je hoofd worden en niet met mensen gaan lopen, want dat is gewoon kinderachtig. Dat ze het niet moeten doen. Dat het niet nodig is. Met een meer discussie kom je meer eruit dan met een wapen, vind ik. Stel je voor dat je iemand er echt permanent mee beschadigt of je doet iemand echt wat aan, dan achtervolgt dat je de rest van je leven natuurlijk. En ik denk dat ze dat niet helemaal inzien. Praat het uit. En desnoods dan net zoals vroeger even matten met z'n tweetjes, klaar. En dan gaan we weer verder. Als je van je mes af wil, zijn er inleverdata bij de politie. Daarin kan je je mes anoniem inleveren. Stel dan die datum is voorbij en je wil hem toch nog van je mes af. Bel even anoniem naar de politie, doe je verhaal en dan gaan we zeker op zoek naar een oplossing. Tegen ouders zou ik graag willen zeggen, ga het gesprek aan met je kind. Hou het open en vraag ernaar. Je tijd met vrienden is belangrijker dan je status op de straat. Harder, you choose. Show skills, not nice.